of zo. Mensen begrijpen het niet. Het klopt ergens niet. Juristen snappen het, maar mensen niet. Nee. Het is trouwens wel een mooie trend die ik nu zie. Dat is dat gebruikersovereenkomsten op websites, die worden tegenwoordig in taal geschreven. De mensentaal. Oh, je bedoelt in plaats van legalese. Ja. Dat is een aparte taal. Ja. Dat is echt wel interessant. Dus je krijgt nu steeds meer... dus ook echt, er is dan niet ook een legalese versie van. Nee, het is alleen maar de echte mensenversie. Oké. Okay. Dat is wel heel tof. Kan je daar een voorbeeld van geven waar mensen naar kunnen kijken? Editorially. Dat is een tool om samen teksten te schrijven waar ik niet kan wachten tot die uit de beta komt. Of dat ik in de beta programma word toegelaten. Uh-huh. Dus het moet echt fantastisch zijn. Ja. Belooft veel dus. Ja. Maar die hebben dus dat zijn zelf schrijvers die dat hebben opgezet. Mm-hmm. Die hebben ook gezegd, we moeten gewoon die overeenkomst, dat moet gewoon leesbaar zijn. Ja. Nou, daar hebben ze een paar uurtjes aan besteed. Een ander is Moves. Of Moves app. Dat is een app voor op de iPhone. Die heeft ook een leesbare privacy policy. Oké. Echt leesbaar. Maar wel interessant dat de eerste zin... de eerste zin is... Deze privacy policy is geschreven in mensentaal. En de zin daarna begreep ik helemaal niks van. Ja. Maar de rest van de zinnen snapte ik weer wel. Oké. Okay. Dus maar was dat ironisch bedoeld? Of, nee, ik denk dat daar toch wel iets raars aan de hand was. Het was een zin die ze over het hoofd hadden gezien. Ja, ik weet niet precies wat er was. Er zijn er nog wel meer. Ik zal ze wel even opzoeken, dan linken we er wel even naar. Oh ja, dat is wel een goed idee. Ja. Ik vraag me af wat dat dan heeft om welke reden dat dan gedaan is. Dat ze dan... Hebben ze dan feedback gekregen of willen ze zelf gewoon aardig zijn, omdat ze het zelf anders niet snappen? Nou, dat kan natuurlijk. Waarom die editorially dat heeft gedaan? Nou ja, waarom ze het dan leesbaar hebben gemaakt. Maar waarom zij dat niet doen, dat is een betere vraag. Nou ja, omdat het al een hele tijd zo gaat. Ik bedoel, mensen die klikken toch blind weg. Dus waarom zou je het... Dat is helemaal... Daar heb ik al... Omdat iedereen het zo doet, doen wij het ook. Ik snap daar niks van. Je moet toch altijd alles... Beter maken. Nou ja, je moet overal vraagtekens ook bij zetten. Nee, je moet niks voor ze zomaar aannemen. Nee. En sowieso. Ik bedoel, iedereen... Bijna niemand heeft ooit een hele overeenkomst gelezen. Nee. Dat doen mensen gewoon niet. Ik heb het één keer geprobeerd. Omdat het taal is die niet begrepen. Het is alsof je vier pagina's in het Turks gaat lezen. Of Latijn. Ja. Latijn is beter. Dat is een dode taal. Dat is echt gewoon... Legalese is een dode taal, jongens. Het wordt niet meer gelezen. Ja, dat is maar dat is een briljant taal. Het is eigenlijk, legalese is een beetje wat de katholieke kerk deed met Latijn inderdaad. Dat is wel zo. Ja. Katholieke kerk, die al hun missen waren expres in het Latijn, zodat mensen niet begrepen waar het over ging. Nee. Zodat er een soort extra mystiek omheen ging. Oh, wow. En dat is natuurlijk ook met legalese zo. Dat is om zichzelf te rechtvaardigen. Ja. Legalese. Als het legalese, je schrijft in legalese. Een stukje mystiek bij je app. Zodat legal mensen super nodig blijven. Ja. Eigenlijk zichzelf nodig houden. Ja, niemand kan het lezen, dus moeten we een lawyer inhuren. Nee, inderdaad, ja. Ja, ja, want eigenlijk wil je gewoon die tekst schrijven. Zo van, wij gaan deze gegevens aan andere mensen geven. En als je dat tof vindt, dan moet je hier oké drukken. Ja. Ja. Nou ja, maar dat soort dingen staan er letterlijk in. Echt heel simpel, want het is allemaal heel simpel. Ja, ze willen natuurlijk, en dat is waarom legalese is uitgevonden, ze willen het waterdicht hebben. Het mag niet ambivalent zijn. Ja, misschien op zaterdag wel, weet je. Dat soort dingen die mogen er niet in zitten. Ja, ja, ja. Maar dat is dus ook zo, dat is ook anti-mens. Ja. De natuurlijke manier waarop mensen met elkaar omgaan is niet binair. Het is niet ja of nee. Nee. Daar zit dus vaak altijd wel te onderhandelen. Net zoals over de prijs van deze auto. Het is niet 3000 of niks. Nee. Het is zo wel. Hè? Ik heb je een hint gegeven. Andere is bijvoorbeeld dat de centrale deurvergrendeling het niet meer doet. Dan kun je ook echt nog wel flink wat eraf onderhandelen. Ja, daarom zit ik hier nog. Want... Ik kan er gewoon niet uit.
Staat hier lekker. Ja, goed gedaan, dame. Lekker op je kauwgompje kauwen. Leuk. Iedereen is extra dik ingepakt vandaag. Echt. Normaal, jongens. Het is echt een heerlijke lentedag. Alsof we in december door Montreal rijden. Ja. Echt. Zo zien mensen eruit. Alle bordjes staan scheef, alle vlaggen staan strak. Ja. Ik zit een beetje te denken, zal ik er nog eentje tussen fietsen? Maar... Een onderwerp, ja, doe maar. Want ik rij nog wel een stukje, hoor. Even kijken. Oh ja, ik heb er.